Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplazen.nl. We beginnen met de weerkaart van Europa en dan de temperaturen, en we zien dat het in Portugal en Spanje op veel plaatsen heerlijk weer is met temperaturen zo rond de 18, lokaal meer dan 20 graden. Maar ook in het noordwesten van Turkije is de temperatuur hoog, en er zit ook nog een smalle strook met zachte lucht boven het oosten van Polen. Als we de temperatuur in beweging zetten, dan zien we uiteraard dat het vanavond wat kouder begint te worden. Dat het in een groot deel van Scandinavië en Rusland eigenlijk nog behoorlijk vriest. En dat dan morgen overdag de temperaturen weer oplopen. In het zuidwesten van Spanje werd het zelfs 20 tot 25 graden. En ook zondag zien we de temperaturen weer behoorlijk oplopen. En vooral in Spanje komt de temperatuur dan weer boven de 20 graden uit. Veel plaatsen daar zo'n 20 tot 25 graden. Die zachte lucht, die wordt met de stevige zuidwestenwind enigszins naar ons geblazen. Maar goed, we hebben wel te maken met bewolking en regen. En ondanks die regen wordt het toch zo'n 11 à 12 graden in Nederland. Tja, wat als, hè? als de zon heerlijk had geschenen, dan hadden we echt vrij weer gehad. Dat het heel wisselvallig wordt, dat zien we ook terug in deze animatie. Vanavond en vannacht nog brede opklaringen, maar daarna komt een groot regengebied vanaf de Britse eilanden dichterbij. Dat ligt dan zaterdag in de loop van de middag boven Nederland en uh, zorgt voor een, een wisselvallige middag en vooral avond, want de meeste regen valt in de avond. In de nacht naar zondag wordt het tijdelijk droger en dan zondag overdag dan trekt het volgende regengebied over Nederland. De zondag wordt echt een natte dag met zo'n 10 tot lokaal 20 mm. Zondagavond trekt de regen pas weer weg. Vanavond nog een laatste buitje in het oosten, maar op de meeste plaatsen droog weer en de opklaringen breiden zich vanuit het zuidwesten over het hele land uit. Temperaturen dalen rap, later vanavond al een graad of vier en in de nacht daalt het kwik tot rond of iets onder het vriespunt. Wordt het dus koud, natte wegen kunnen misschien zelfs glad worden, dan kan ook een mistbankje ontstaan. Die mist die trekt morgenochtend snel weg, daarna hebben we nog af en toe wat zon in het binnenland, maar vanuit het zuidwesten neemt de wolking snel toe en dan komt dat regengebied naderbij. In de middag de eerste regen, dat is voornamelijk lichte regen en motregen, en vooral ook in het westen en noorden van het land, de oosten blijft het misschien in de middag nog grotendeels droog. 9 tot 11 graden. In de avonduren gaat het wel overal regenen en in de nacht trekt dat regengebied weg. Maar zoals al gezegd, zondagochtend komt dan het volgende regengebied en dat doet er de hele dag over. Echt een natte grijze dag, veel wind. Zaterdag staat er aan zee al windkracht 6 tot 7. Zondag is de wind sowieso windkracht 7 en misschien windkracht 8, hard tot stormachtig. Temperaturen zondag 9 tot 11 graden. Zondagavond kunnen er nog wat windstoten zijn en ook maandag en dinsdag is het nog steeds behoorlijk onstuimig. De wind blijft aan zee stevig waaien, temperaturen blijven in de dubbele cijfers komen, maar de paraplu die houden we ook nodig. Het blijft wisselvallig. Kijken we dan nog even naar de temperatuursontwikkeling voor de lange termijn. Nou, gisteren zei ik al dat we een piekje zagen in de, het volgende weekend. Nou, dat piekje zit er nog steeds in. Maar uh, heel overtuigend is het allemaal niet. Temperaturen blijven vooral rond de 10 graden schommelen. Met halverwege de week misschien een dipje. Dan neemt de kans op hagel en onweer tijdens de buien toe. Nou, zover is het allemaal nog niet. Eerst nog het wisselvallige weekend. Maar vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.